Expeditie Robinson wordt mede mogelijk gemaakt door Eastbourne Slaapsystemen. Na 44 dagen expeditie stevenen we af op een apotheose. Over 3 dagen weten we wie de winnaar is van Expeditie Robinson. Van de 100 deelnemers die aan de expeditie begonnen, zullen er straks 5 strijden voor een plek in die finale. Zometeen komen hier de 4 deelnemers aan die nog in de expeditie zitten. Ze zijn onderweg van Tenga naar hier om de ultieme evenwichtsproef te doen. En dit zijn ze dan. De oudste deelnemer die nu nog in de expeditie zit is Willem, 48 jaar en hoofdagent. Al vanaf de aankomst in Maleisië stond hij op de eerste rij. Hij twijfelde geen seconde om zich kandidaat te stellen als kampleider. Ik heb een engelengeduld. Verkozen werd hij niet, maar hij kwam wel terecht in het kamp van Ingeborg. Daar werd hij niet alleen de beste schutter van het team, maar ook de meest waardevolle kampgenoot. Willem. En zo kwam hij bij de laatste 10. In proeven werd hij vaak 2e. Joop Zoetemelk is ook beroemd geworden door altijd 2e te zijn, dus wie weet. En wie weet wordt hij dit keer 1e. Maar de concurrentie is niet mis. Lieke, 25 jaar en eveneens politieagente, is niet voor niets de enige vrouw die nog in de expeditie zit. In de race om de laatste 10 plaatsen bewees Lieke dat ze de sterkste vrouw van het kamp was. Die status maakte ze helemaal waar toen ze als allereerste immuniteit won door bijna 1 uur aan een mast te hangen. Een onwaarschijnlijke prestatie. Lieke. Ook mentaal is Lieke ijzersterk. Aan opgeven heeft ze nooit gedacht. En ze steekt haar mening niet onder stoelen of banken. Voor mij is gewoon een finalist iemand die hier heel sterk is. Niet dit. Net als Lieke heeft ook de 40-jarige Marcel het hart op de tong. Als je Pinocchio had geweest, dat je zo'n neus had. Maar Marcel houdt ook van het tactische spel. Hij redde Muriel van een vroegtijdig vertrek naar het afvallerseiland in een razend spannende immuniteitsproef. Maar toen hij haar complot ontdekte tegen zijn maatje Winnie, zorgde hij er mede voor dat niet Winnie, maar Muriel uit de expeditie werd verbannen. En nu wil hij met Winnie naar de finale. Winnie is de laatste Belg op Tenga. Deze Antwerpse topsporter nam het in de groep van 100 op voor de kampverantwoordelijken die toen kritiek kregen over de bouw van het megakamp. Beste Robinsons, beluister het goed. Wij hebben hun verkozen. Hij nam het ook op voor de buitenbeentjes in de groep. Winnie's sociale karakter maakte hem erg geliefd bij zijn kampgenoten. Maar hij was ook gevreesd. Zijn onuitputtelijke overwinningsdrang en zijn doorzettingsvermogen zorgden voor talrijke zegens bij de proeven. Winnie! En maken hem tot de meest geduchte concurrent in de race naar de finale. Winnie! Yes! Yes! Wie de deelnemer wordt, weet ik zo meteen. Ik ben onderweg naar het verliezerseiland Gual, waar nog 5 afvallers zitten te wachten. En 1 van hen krijgt nog een laatste kans om een finale plek te bemachtigen. Ja. Op Gual is zo net de laatste afvaller gearriveerd, Mieke. Ja. Er komt nog 1 kans, zijn ze. Goedemorgen allemaal. Dit wordt jullie laatste uur op het verliezerseiland Gual. Jullie zijn hier stuk voor stuk op de proef gesteld. Maar jullie hebben daar op een goede manier doorheen geslagen. En vandaag worden jullie inspanningen hier beloond. Want een van jullie keert zometeen
terug in de expeditie. Ik heb helemaal totaal geen rekening meer gehouden met de terugkomst in de expeditie. Toch nog een kans op de finale en ja, gaat het toch wel jeuken, dan wil je toch wel winnen. Zo direct gaan jullie ieder een positieve stem uitbrengen op die kampgenoot die volgens jullie het meeste verdient om terug te keren. Maar er is nog meer. Want jullie kunnen extra stemmen pakken. Kijk even goed naar de kisten daar op zee. De kist die het verste weg zit, zitten 3 stemmen in. 3 positieve stemmen voor degene die hem als eerste pakt. De kist daarnaast 2 stemmen. En de kist die het dichtst erbij is, daar zit 1 stem in. Op mijn startteken gaan jullie zo meteen zwemmen. Maar denk goed na, want als je misgrijpt bij die verste kist, dan kunnen al je inspanningen voor niets zijn geweest. Is het duidelijk? En 3, 2, 1. Ja, toen was het echt, oh nu? Start! En ja, dan ga je keihard rennen. Ik had mijn hoedje nog op, die gooide ik af. Het enige dat je dan denkt is zwemmen, zwemmen, zwemmen en zoveel mogelijk van die kokers zien te pakken te krijgen. Ik ging redelijk snel van start. Ik denk, nou, ik heb toch nog wel een kansje om minimaal 2 van die stemmen te pakken. Met volle kracht zwemmen de afvallers naar de begeerde kist met 3 stemmen. Na halverwege, maar toch voelde ik allebei mijn benen kramp opkomen. En toen wist ik, ja, dat ga ik niet meer trekken. Loek geeft op en als Saskia zich bewust wordt van haar achterstand, neemt ze het zekere voor het onzekere. Ik had verwacht, nou, ik heb niks. Maar ineens was ik bij die kist, die eerste kist waar niemand was. En toen dacht ik, ik pak deze stemmen en dat is mooi meegenomen. Dus ik ging ook voluit voor de kist van 3. Dan zag ik dat Hans eigenlijk een betere lijn had genomen. En dacht ik, ik ga geen risico's nemen, ik stop bij 2. Ik zei, ik moet ervoor. En toen zag ik Mieke bij de 2e belanden. En toen dacht ik van, ja, nou, deze kan ik nou niet meer. Ik moet toch naar die 3e. En ik was daar de 1e. Nu, ik kreeg die kist niet gemakkelijk open. Op dat moment heb ik wel gezegd van, ja, ik laat hem maar die kist open. En dan grijp ik mijn kans om er daar toch nog misschien 1 of 2 of 3 stemmen uit te pikken. En dan zijn we beginnen vechten om hem dicht te houden, zij om hem open te krijgen. Ik moet het niet loslaten. Ik moet er een stem gaan uithalen. En ik had er 1 vast. Die stem is van mij, die stem is van mij. Ik was zo blij met die ene stem. En dan heb ik dit litteken opgelopen van dat gevecht. Ik was echt ontgoocheld. Ik kijk even naar de verdeling van kokers en ik zie dat Hans 2 kokers heeft. Mieke 2, Muriel 1 en Saskia 1. Jullie gaan nu alle 5 een positieve stem uitbrengen. Dus zelfs als je geen koker hebt, kan je nog teruggestemd worden in de expeditie. Jullie schrijven daar de naam op van diegene van wie jij vindt dat hij of zij terug moet keren in de expeditie. Degene met de meeste stemmen, plus de kokers, gaat terug. Je mag niet op jezelf stemmen. Is het duidelijk? Oké, Hans, wil jij als eerste een positieve stem uitbrengen? In deze kist zitten jullie 5 positieve stemmen. Voor alle duidelijkheid, wie zometeen de meeste stemmen heeft, keert terug in de expeditie en gaat meteen door naar de halve finale proef. De eerste stem.
Welkom allemaal op deze finale proef. Vandaag is een heel belangrijke dag, want vandaag wordt bekendgemaakt wie de eerste van de twee finalisten zal worden van Expeditie Robinson. Deze proef gaat dus vooral om evenwicht, maar ook om doorzettingsvermogen. En dat jullie over doorzettingsvermogen beschikken, hebben jullie de laatste 6 weken bewezen. Maar er is nog iemand die dat bewezen heeft. Er staan hier 5 palen en eentje zal gebruikt worden door de laatste afgevaardigde van het verliezerseiland. Voor Muriel geldt wie het laatst lacht, lacht het best. Al vanaf het begin van de expeditie zette deze matroos zich keihard in. Onder andere in de beruchte keuken van Bruno. Haar inzet werd beloond toen ze met haar vriendinnen Mieke en Saskia kon vertrekken naar Sribuat Noord. Daar groeide ook haar vriendschap met Loek. En het viertal besloot samen voor de finish te gaan. Maar de andere kampgenoten bestempelden die afspraak als een complot. Mieke haakte af en Muriel werd naar het afvallerseiland gestuurd. Okay. Maar haar loyaliteit en een ijzersterke vechtersmentaliteit brachten haar op de valreep in deze laatste ronde. Want op Gwal gunden alle afvallers haar nog een kans. Ik was wel zeer verrast en eigenlijk heel fier en heel blij om op die manier terug de expeditie in te doen. Toen dacht ik van nou, vooral Muriel niet. Blijf bij mij toch echt nog steeds hangen wat Muriel geflikt heeft met het complot. Zodra jullie je balans gevonden hebben, laat je op mijn teken die stok vallen. Oké? Okay? Concentreer jullie. Heel veel succes. Hier hangt een finale plaats aan vast. Laat de stok nu vallen. Deze proef die kan nog wel eens een uur, misschien wel 2 uur duren. En daar had ik me ook mentaal op ingesteld om zo'n periode nog te moeten blijven staan. Ik stond gewoon te wiebelen de hele tijd. Joh. Ik ging heen en weer en op en neer. Ieder windbriesje. Ik stond niet echt stevig. Zoals bijvoorbeeld een Willem. Want die Willem stond echt op wacht. Jullie staan er nu al 35 minuten. En dan zie je daar Evi in haar strandstoeltje liggen met een lekker drankje. Jij staat er op zo'n paaltje. Je benen verkrampt, je voeten. Met die kijk je de zon op mijn kop, dat is wel zo even slikken. Het was gewoon weer niet mijn proef, weet je wel. Ik ben 1,96 en dan moet je weer op een paaltje staan. Ik dacht van, ik kom naar focussen, maar op den duur weer... ik was met een boom aan het zien met een gat in. En dat gat begon te bewegen in feite. En ik zeg, oei, dat mag ik ook niet meer inzien. Dus dan keek ik naar water. Ja, die golven ook. Ik zeg, nee. Dan voelde ik opeens zo'n hevige pijn en ik dacht bij mezelf, die pijn, ik moet dat overwinnen, ik moet het overwinnen. Straks, een van de 5 expeditieleden sleept de eerste finale plaats in de wacht. Verdiend, proficiat. En in de race naar de laatste eilandraad sparen de deelnemers elkaar niet. Het is dat ik een beetje twijfel aan zijn oprechtheid. Ik vind het zeer sportief van die mensen.
Expeditie Robinson wordt mede mogelijk gemaakt door Eastbourne Slaapsystemen. Wil jij reizen door het land van Expeditie Robinson 2007? Pak dan nu je mobiel, sms ER naar 3040 en beleef samen met de reisgenoot jullie eigen expeditie in Maleisië. Ontdek het land vol contrasten en breng onder andere een bezoek aan koloniale stadjes en een aantal prachtige eilanden. Laat deze avontuurlijke kans niet aan je voorbij gaan en sms ER naar 3040. Na ruim 1 uur strijden nog 4 van de 5 expeditieleden voor een finale plek. Maar de hitte begint zijn tol te eisen. Op dat moment werd de pijn zodanig hevig dat ik eigenlijk begon mijn bewustzijn ergens te verliezen. En ja, dan heb ik me gewoon moeten laten gaan. Ik kon niet anders. Een beetje dol en ik denk van ja, het is ook niet gek, want ik loop natuurlijk al meer dan 1 uur naar mijn voeten te kijken. Dus misschien moet ik maar eens even ergens anders op concentreren. Dus ik kijk over het water en op dat moment word ik zwart van mijn ogen en voordat ik het weet voel ik het water en ja, dat was echt balen. Willem stond gewoon stokstijf. Pap. En ik zeg alleen, dan staan we hier weer met twee. Ik voel bijna flauw, man. Ja, ik heb heel veel proeven als opponent Vinnie gehad. En het lijkt wel of die gozer onverslaanbaar is. Willem en Vinnie, jullie staan daar nu al meer dan 1,5 uur. Iemand van jullie twee wordt zo dadelijk de eerste finalist van Expeditie Robinson. Als je uiteindelijk nog met twee staat, dan heb ik zoiets van, dan moet je mij hier eraf komen. Halen met een helikopter of zo, maar zolang niet blijf ik hierop staan. Daar ben ik een hele harde in. Ik wil winnen. Op een gegeven moment krijg ik kramp in mijn voet. Als echt een donderslag bij heldere hemel. Ik denk dat ik nog nooit zo close bij een overwinning geweest ben die zo belangrijk was als deze keer. Ik was er echt, echt stuk van. We hebben de eerste finalist van deze expeditie Robinson. Proficiat, Vinnie. Ik heb gewoon dat winnersmentaliteit en ik kan er gewoon weer in. En vandaag is het gewoon weer gelukt. Voilà. Wilm en Vinnie, heel knappe prestatie. Jullie hebben daar bijna 2 uur in de volle zon gestaan. Op een heel klein paaltje. Vinnie, verdiend. Proficiat. Dankjewel. Jij krijgt deze amulet. Jij bent de eerste finalist van deze expeditie Robinson. Dankjewel. Yeah. Proficiat. Ik had er deze keer veel meer moeite mee om Vinnie te feliciteren. Ja, voor mijn gevoel had ik hem nu kunnen hebben in deze proef. En jullie verliezers, jullie krijgen nog 1 kans om die andere finale plaats te bemachtigen tijdens de allerlaatste proef van deze expeditie. Waar en wanneer, dat komen jullie nog te weten. Maar jullie mogen nu met z'n 5 terug naar het kamp. Tot de volgende. Succes nog. In de finale. Ik kan niet geloven hoe blij ik ben. Het is me gelukt gewoon.
Terwijl Winnie nageniet van zijn overwinning, hebben sommigen in het kamp daar hun bedenkingen bij. Ja, ik had daar eerlijk gezegd dat ik liever Daan, Willem of Marcel gezien. Ik vind het gewoon jammer dat in een gezelschap waar zoveel goede Robinsons zijn, dat net hij degene moet zijn die de finale haalt. Hij is gewoon ja, de gamer, zo simpel is het. En het is een sportmens, een sportatleet, een beroepssporter. Ik denk zelf dat Vinnie al doorgaan tot hij erbij flow viel. Maar dat is wel krachtig, dat heb ik echt wel respect voor. Ja. Alleen om hem titel Robinson te geven, iemand die eigenlijk zo'n weinig inzicht heeft in het survivalen. Ja, dat zou ik wel zonde vinden. Nou, daar heb ik ook problemen mee. Hij doet zijn ding hier, maar altijd van, moet ik je even helpen? Maar uit zichzelf doet hij niets in het kamp. Ja. En hij leert ook niet bij of zo. Ik vind hem niet de ultieme Robinson. Soep is al op, Pim. Is dat op? Ja, toch soep. Maar er is nog wel Dit is knabbeltjes. Dus jullie hebben geen soep voor mij overgelaten? Nou, ik riep dat er soep was en toen ging je weg en toen kwam Marcel en die heeft dus de soep opgedronken. Oh, die heeft jouw soep op. Sorry, dat is mijn fout, want ik dacht dat jij je soep mee had. Daar hoef ik niet van door, tenminste. Dat kan gebeuren, hè. Je hoeft toch geen krachtenspanning mee te leven. Ik voel van, ah ja, de Vinnie heeft weer een fysieke proef gewonnen. Ik word er zeker op het einde mee afgerekend. Ik zit er even, tenminste door, dat is natuurlijk een beetje verderop, maar ik moet er even een plekje voor vinden. Ja. Ja, weer de Vin. Ja, is die gozer nou niet te verslaan, jongens? Dat... Diep respect voor die man, want zoals hij zich op kan peppen, zo ken ik er weinig. Ja. Het gaat er nou toch weer uitzien dat een niet-echte Robinson, door gewoon maar proeven te winnen, uiteindelijk kans maakt om Robinson te worden. Ja, dat is ook weer het spel. Hij is een echte gamer. Hij is nu uit, dus hebben wij ook nog een shot in de finale. En dan wens ik je alle succes aan. Ja, maar ja, ik wens mezelf iets meer succes. Het is een Vin geworden en ik heb gemerkt dat er mensen in het kamp zijn die dat zeer zwaar opvatten. En ik vind dat zeer onsportief van die mensen. Ik merk dat er heel veel wordt gekletst over elkaar. De sfeer wordt er niet echt beter op naarmate we hier zitten. Vooral niet nu de finale nadert. Maar de sfeer lijkt eventjes op te knappen. Wanneer Marcel en Willem een verrassing van formaat uit de netten plukken. Er zat dus zo'n haai in het net. En die kwam van de bodem af. Hij wil Willem. We hebben dus een echte haai. Mooie filetjes. Van de haai. Maar ondanks de feestelijke maaltijd blijft er spanning in de lucht hangen. Wanneer Marcel na de zware maaltijd even gaat liggen, wordt duidelijk waarom. Hij ergert zich blauw aan de afgunst ten opzichte van zijn vriend Winnie. Nou, ik vind het gewoon raar, weet je wel. In plaats dat ze zeggen dat we zo'n leuke groep hebben. En dan, ik proef toch een beetje, ja, afgunst. Wat nu echt ook aan de orde is, en dan mag Lieke nog zoveel afkomen wat ze wil. Maar ik stem met mijn hart en ik wil met mijn hart naar... Nee, het is... Je moet de proef winnen. Wat anders zit er niet in de dingen. Willem, ja, die gaat natuurlijk voor het survivalen. Want dat is zijn ding. Daarvoor is hij hier. Hij is hier voor de survival ding. Dus natuurlijk gaat hij voor het survival. Willem is hier, een god. Maar voor mij valt het ook wel weer mee. Die speelt ook zijn spelletje, weet je wel. Het is ook een beetje hypocriet. Hij heeft heel een dag niks gezegd tegen mij na die proef. Valt het toch ook serieus door de mand? Ze zien er wel leuk uit, maar het zijn gewoon een stelletje bloedhonden. Laat ze liggen. Ik ga morgen gewoon die proef winnen en fuck it. En we zitten met z'n tweeën in. Terwijl de allerlaatste proef steeds dichterbij komt, besluit Lieke om Winnie openlijk haar mening over hem te geven. Ik baal eigenlijk een beetje dat jij de finale hebt of die plaats hebt gewonnen.
En dat is niet omdat je het niet verdient. Alleen die, die Robinson-titel, die vind ik gewoon het minst bij jou passen. Ja. Begrijp je ook waarom ik dat denk? Ik ben een goed persoon. Dat heeft mij allemaal tot hier, tot de finale gebracht. En ik heb nu de proef gewonnen. Die mij verzekert dan voor de, een finale plaats. Toen kwam Willem erbij. En die heeft eigenlijk gehoord wat ik tegen Vinnie gezegd heb. Ik wilde het daar ook met jou over hebben. Ja. Je moet meer zelf dingen aanpakken, zien, doen. Wat ik een beetje jammer vond, is dat hij mijn mening overnam. En eigenlijk het gesprek over Vinnie ging leiden. Van, ik zal wel even vertellen wat er aan de hand is. En jij bent helemaal top in de proeven. En je bent heel goed op het sociale vlak. Maar je Robinson skills of je survival skills, zeg ik, van die zijn gewoon minder dan bijvoorbeeld van Enrique of Marcel. Tenminste, zo zie ik het. Ja, je mist net die survival skills. Hij heeft eigenlijk mijn ding overgenomen en daar met Vinnie op doorgegaan. En als ik Vinnie moet geloven, heeft hij daarna iets anders aangegeven dan wat hij altijd tegen mij zegt. Schrok je net van een gesprek met Lieke? Ik wist dat al, dat ze jou liever had zien winnen. Ja, dat... Maar nu gewoon mijn vraag is gewoon, stel je voor, ik sta met Lieke in de finale morgen. Allee, Lieke staat naast mij in de finale. Ja, dat zal morgen nog moeten blijken in de proef. Tuurlijk. Ik denk wel dat ik dan voor jou ga. Ja. Als Robinson. Terwijl Willem eigenlijk aangeeft van Vinnie maakt geen kans in de finale. Zegt hij zelf tegen Vinnie van nou, maar als je tegenover Lieke staat, dan heb je misschien nog wel een stem van mij of zo. Ja, hij praat misschien met mensen mee dan waarschijnlijk. Net wat ze willen horen en dat zou ik wel heel erg zonde vinden. Bij Willem beginnen wat sneetjes in zijn karakter te komen. Het is dat ik een beetje twijfel aan zijn oprechtheid. Gelukkig voel ik mezelf ook nog best wel sterk en ik ga er gewoon voor. En ik hoop echt dat ik een finalist mag worden. Vinnie werd gisteren de eerste finalist. Maar zijn positie in de groep is de laatste tijd nogal wankel. En het is zeer de vraag hoeveel stemmen hij gaat krijgen op de finale eilandraad. Wie zijn tegenstander zal zijn, wordt dus extreem belangrijk. En dat wordt hier bepaald, op een spectaculaire finaleproef. Ik ben toch nieuwsgierig naar wie komt. Probeer me zoveel mogelijk op te pompen. Ja, zeg maar die roestige krijger naar boven te krijgen. En die laatste finale plaats voor hun neus weg te kapen. Ik ga zo meteen proberen dat spel te winnen. En het gevolg daarvan is dat ik in de finale zit. En dan komt die 50.000 euro heel dichtbij. Na die 2 weken eigenlijk afvallerseiland ben ik er eigenlijk wel mentaal helemaal bovenop. En ik wil toch wel naast Vinnie gaan staan. Muriel, Marcel en Lieke, welkom bij de laatste proef van deze expeditie. De proef die gaat bepalen wie er naast Vinnie gaat zitten morgen in de finale. De proef draait uiteindelijk om het maken van vuur, toch een van de basale Robinson-vaardigheden. Maar om zover te komen, moeten jullie heel goed luisteren, want de proef is nogal ingewikkeld. Allereerst moet je jezelf loswikkelen van die balk. Pas als je helemaal bent losgewikkeld, is het touw lang genoeg om een sleutel te pakken. Die sleutel heb je nodig om jezelf te bevrijden. De eerste 3 die zich kunnen losmaken van het touw gaan verder naar het volgende onderdeel van deze proef. Voor de 4e persoon is het dan helaas al voorbij. Ja, voor het 2e onderdeel moeten jullie duiken naar de bodem van de grot. Daar liggen 3
platte gronden. En die heb je nodig om straks een puzzel in elkaar te zetten. Er zijn maar twee puzzels, dus er valt wederom iemand af. Alleen als het je lukt om de puzzel goed in elkaar te zetten, vind je een magnesiumstick. En die heb je nodig voor het laatste onderdeel. Want het laatste onderdeel is vuur maken. En naast de magnesiumstick heb je nog drie andere benodigdheden nodig. En die vind je in de kist op het vlot in de grot. Diegene die als eerste zijn touw doorbrandt en dus als eerste de gong doet luiden, is de winnaar van deze proef en is dus de tweede finalist van Expeditie Robinson. We gaan aan beginnen. 3, 2, 1 en start! Alleen door het touw volledig te ontrafelen kunnen de deelnemers bij de sleutel komen om zich te bevrijden. Dus ik ren naar die sleutel en ik kom een halve meter tekort. Dus terug om ook die laatste knoop eruit te halen. En toen bleek dat touw gewoon door de paal heen te zitten. Ik ga er onderdoor, omheen en ik zit gewoon, de touw zit gewoon vast. Dus ik raak een beetje gefrustreerd. Het was niet zo simpel om eronder door te kruipen en erdoorheen en zo. Maar ik ben er dus volledig voor gegaan. Ik ben volgens mij twee keer al naar die paal gegaan en het lukte niet. En dat had ik misschien niet moeten doen. En toen ik zag dat ik eerst bij de sleutel stond, dan was ik echt trots op mezelf. Muriel kan als eerste naar de bodem duiken om de plattegrond van één van de twee puzzels te bemachtigen. Ik kom in de knoop te zitten. Ik kom er niet meer uit. En toen dacht ik, nu moet ik even rustig worden en me eerst uit die knopen halen. Het gaat om de laatste sleutel tussen Lieke en Marcel. En kijk ik naast me en zie ik dat Marcel ook los is. Hij is als eerste bij die sleutel. En dat valt wel een beetje in het droom in het duiken. Helaas. Het was echt een verschrikkelijk moment. Gelukkig had ik lucht genoeg, want ik merkte wel dat door het raamwerk heen klimmen, dat ik toch wel buiten adem geraakt was. Maar ik kon net lang genoeg mijn adem inhouden om een pen los te trekken uit die platte grond en samen met die platte grond naar boven. Ik wist dat ik als laatste was. Nou, dan is het alleen nog maar hopen dat iemand een fout maakt. Oké, Mirjam mag door. En Willem mag door. Willem en Muriel spelen voor de finale. Ja, toen kwam ik boven en toen zag ik er al iemand boven staan. Ja, en dan is het klaar, hè. Fuck. Ik besefte wel van dat het voorbij was. Marcel, helaas. Ik had eventjes goed gekeken. Ik zag er graden op staan. En een kompasroos. En daarop ben ik eigenlijk gaan bouwen. En het ging eigenlijk verrassend snel goed. Als Willem en Muriel de puzzel goed oplossen, blijft er één vakje leeg. En daaronder hangt de magnesiumstick. Oké, Muriel gaat als eerste vuur maken. Het laatste onderdeel, dat was vuur maken. En dat is me al eerder als eerste gelukt. Dus ik denk, ik blijf gewoon doorgaan. Muriel zwemt als eerste naar het vlot, waar ze houtkrullen en kokoshaar pakt om vuur te kunnen maken.
ja, ze stond al op het droge. Ik begon hem toch langzamerhand wel te knijpen. Muriel was bezig met alle ingrediënten om vuur te maken toen ik daar aankwam. En ik denk gewoon doorgaan, je weet het nooit. Wie nu als eerste het vuur hoog genoeg krijgt om het touw door te branden, zal de gong luiden en wordt de tweede finalist. Ja, met een paar keer schrappen met mijn vuurstik kreeg ik er wat vuur in. Gelijk de splintertjes erop. Ja, dat is onbeschrijfelijk wat er dan gebeurt. Ik was zo dolgelukkig. Het zijn de zenuwen die hebben parten gespeeld en ja, de stress, denk ik. En helaas, maar ik ben toch trots om als derde te eindigen in deze hele expeditie. Willem, proficiat. Jij bent de tweede finalist van Expeditie Robinson. Proficiat. Dankjewel. En je mag nu al naar Vini gaan op het eiland. Gaan we naar Vini. Ja, Marcel, Lieke, Muriel, helaas. Dit is waar jullie expeditie eindigt. Maar we zijn nog niet helemaal van jullie af, want jullie keren terug bij de finale eilandraad. Samen met de afvallers van Qual, want jullie zijn de jury van deze expeditie. Bedankt voor jullie deelname en tot straks. Straks, Vinny wacht in spanning op zijn tegenstander. En lastige vragen voor de twee finalisten. Willem, ik heb een vraagje voor jou. Als ik daar had gezeten op jouw plek, voor wie had jij dan gestemd? Expeditie Robinson wordt mede mogelijk gemaakt door Eastbourne Slaapsystemen. Wil jij reizen door het land van Expeditie Robinson 2007? Pak dan nu je mobiel, sms ER naar 3040 en beleef samen met de reisgenoot jullie eigen expeditie in Maleisië. Ontdek het land vol contrasten en breng onder andere een bezoek aan koloniale stadjes en een aantal prachtige eilanden. Laat deze avontuurlijke kans niet aan je voorbij gaan en sms ER naar 3040. De tweede finalist van Expeditie Robinson is bekend. Alleen Vinny heeft nog geen idee wie dat is. Als Willem er staat, dan denk ik, dan maak ik weinig kans. Omdat hij echt de vaderfiguur is. Maar als ik tegen Muriel of Lieke sta, heb ik een redelijke grote kans om te winnen. Oh, het is de Willem. Ja, damn it. Oh, shit. Willem. Ik ga het jou allemaal vertellen. Dat zou wel zijn. Niet normaal. Dat zou wel zijn. Je hebt wel gemist. Je hebt echt wel gemist. Willem vertelt Vinny in geuren en kleuren over zijn belangrijke overwinning. Maar er kan er maar één de Robinson van 2007 zijn. En dat beseffen de twee finalisten maar al te goed. Ik hoop dat ik het haal. Ja. En dat hoop jij ook. Dat is zo. Dat is 100% zo. Van een Robinson heb je drie dingen. Dat is het Robinson-gehalte, het fysieke gehalte en het sociale gehalte. En jij bent sociaal en je hebt Robinson-gehalte. En ook het fysieke, in feite, ja. Want je wel eens veel twintigjes. En ik heb het ruime fysieke. Ik ben ook zeer sociaal, maar ik heb minder het Robinson-gehalte. Maar de vraag blijft hoe de jury van afvallers daar straks op de finale eilandraad over denkt. Daar gaat hij. Daar gaat hij, man. Hey. Rapskiske. Hey. Here we go. Ik denk te weten hoe ze gaan stemmen. En dan praat ik dus vooral over Lieke en Marcel.
Het zou me hoogst verbazen als die niet voor mij zouden stemmen. Van Marcel, dat is in feite de enigste waar ik 99% van denk dat hij voor mij zal kiezen. Geweldig. We worden met vuurwerk uitgeluid hier. Het is echt een afsluiting zo, hè? Ja. Die cijfers, 47 dagen, 100 man. Het is mooi geweest, we hebben een schitterende tijd gehad. Maar aan alles komt een eind en dit is voor ons het eind. En nu gewoon weer naar je eigen gezinnetje toe. Het is prachtig, het is het punt, het is gedaan, de finish is bereikt. Ik heb zo'n geweldige tijd hier gehad, zoveel meegemaakt, zoveel prachtige dingen gezien. Het begint mij nu ook pas echt door te dringen van wat we hier hebben bereikt gewoon. Wat er ook gebeurt, mijn Robinson is eigenlijk al geslaagd. Welkom allemaal op deze laatste eilandraad. Mag ik zeggen dat jullie er fantastisch uitzien allemaal. Een fris gewassen groep. De dames zelfs een beetje make-up. Jullie krijgen vanavond een heel belangrijke taak. Want jullie bepalen zo dadelijk wie de winnaar wordt van Expeditie Robinson. Oké, dan is het nu tijd om onze twee finalisten erbij te halen. Willem en Vinnie. Willem en Vinnie, welkom. Jullie zijn de twee finalisten van Expeditie Robinson. Jullie zijn met 100 begonnen. Jullie hebben dus 98 mensen voorbijgestoken, achter jullie gelaten. Hoe voelt dat, Willem, om hier te zitten nu? Heel erg dubbel. Dubbel? Ja. Ik had het zeker bij de laatste proef. Je bent dolgelukkig dat je hem wint, natuurlijk. En toch hou je jezelf in, omdat je wel weet dat er drie kampgenoten laat je op dat moment achter. Vinnie, hoe zit jij hier? Ik kan eerlijk zijn, ik besef het in feite allemaal nog niet zo heel goed. We waren met 100 en dan hier met ons twee in de finale zitten. Het moet nog echt doorsijpelen. Jullie weten dat de winnaar van Expeditie Robinson ook een mooie prijs krijgt. Een pak geld. 50.000 euro. Willem, wat ga jij ermee doen? Ik zou heel graag met Nina naar Afrika gaan om daar te gaan trouwen. En voor de rest, we hebben samen een huis gekocht wat Casco laten bouwen, omdat er niet genoeg centjes zijn. Dus ik denk wat dat betreft dat het al dan wel drie keer uitgegeven is. Vinny, wat ga jij ermee doen? Oh, weg spenderen. toch ook een beetje. En nu wilt juist lukken dat een goede vriend van mij, Pieter Loridan, dat die Peter is van de kliniek Clowns. En daar gaat zeker een deeltje naartoe. En ik zit ook al langer met trouwplannen in mijn hoofd. En dat kan wel versneld worden nu. Ja. Zijn al nu sneller willen trouwen of zo? Nee. Oh, dat kan ook. Ja. Nee, maar dat is mooi om te weten. Dus wie er ook wint, we hebben sowieso een huwelijk in het verschiet. Ja. We gaan zo meteen stemmen, maar voor het zover is, mogen jullie als juryleden ieder nog één vraag stellen die jullie gaat helpen bij het bepalen van jullie keuze. Vinnie of Willem, wie wordt uiteindelijk de Robinson? Marcel. Ja, ik wou mijn vraag graag stellen aan Willem. Vanaf het begin dat we met z'n tienen waren, heb jij toch wel zeg maar, het evangelie gepredikt van we strijden op battlefields, dus op de proeven. En hoe heet het, daarbuiten zijn we gewoon de vrienden. Na de paalstaanproef heb ik afgunst gezien naar Vinnie toe. En ik zou graag willen weten waar in godsnaam dat vandaan kwam.
Dat je gezien hebt dat ik anders gereageerd heb als andere keren, dat klopt. Maar dat was beslist geen afgunst. Ik had het er heel moeilijk mee dat mijn lichaam op dat moment in de steek liet. Je hebt mezelf geholpen de kramp uit mijn voeten te krijgen. Maar ik vraag me dan toch af waarom je op een gegeven moment, ondanks dat Finn die proef hebt gewonnen, je vertelde dat hij geen survivor was en dat hij dus absoluut niet Robinson waardig was. Ik heb gezegd dat Finny een urban survivor was en vond dat hij minder skills had geleerd dan jij bijvoorbeeld of Lieke. Loek, heb jij ook een vraag? Ja, mijn vraag is voor Finny. Wat was voor jou nou het belangrijkste deze expeditie? Het winnen van je proeven of de sociale contacten met je medekandidaten? Voor mij, kan ik eerlijk zeggen, de sociale contacten, vind ik, dat is het. Dat gaat het langste bij mij bijblijven. Dat is voor altijd. En wat de fysieke proeven voor mij betekenen, dat is ik heb een winningsdrang. Dat is al heel mijn leven. Ik ben competitief ingesteld. Ben je tevreden met het antwoord, Lou? Ik ben tevreden. Saskia, heb jij een vraag? Mijn vraag is ook voor jou, Finny. Stel dat je moest alleen een week overleven. Denk je dat je dan ook in deze finale had gezeten? Ik kan u zeggen, ja Saskia, ik kan dat. Maar ik weet wel, één week is niet lang. Ja, maar ik weet bijvoorbeeld dat je niet de vis uit het net durfde of de krab uit het net durfde te halen. Ik bedoel... Ah ja, maar ja, ik had hier ook eens graag honger willen leiden. En dan haal ik de krabben er wel uit, bij manier van spreken. Kom eens naar Kwal, het afval is eigenlijk. Mieke. Ik heb nog een vraagje voor Finny. Je hebt inderdaad al aangegeven in de proeven dat je het inderdaad schitterend hebt gedaan. Heel veel proeven gewonnen. Natuurlijk, tussen die spelen is er ook nog de gedeeltes in het kamp. En nu was mijn vraag aan u of hij vindt dat je daar voldoende je steentje hebt bijgedragen qua initiatiefname en zo in taken. Ja, ik word al een houttakker genoemd. Ja. Dus ik nam dan het fysiekere meer op mij. Wat goed sleuren en dit. En dat doe ik ook graag. Ik zeg het, als ik de knop terug kon omdraaien, zou ik meer gezegd hebben van... Nee, jong, ik kon daar eens vandaan op expeditie. En dat heb ik te weinig gedaan. Oké, Lieke? Ja, ik heb jullie al gefeliciteerd, dus dat laat ik achterwege. Nee, zeg het nog maar eens. Goed gedaan, jongen. Jongens. Willem, ik heb een vraagje voor jou. Als ik daar had gezeten op jouw plek, samen met Finny, voor wie had jij dan gestemd? Finny is meer de gamer. En ik heb ook tegen Finny gezegd, ik vind dat Lieke meer de survival skills overgenomen heeft. Als ik terugkijk naar het moment, zeg maar, dat we met 100 man op het strand aankwamen. Nou, wij schoven helemaal naar het allerlaatste stukje toe. En dan heb ik jou gewoon van dag tot dag zien groeien en allerlei dingen zien leren en gewoon naadloos overnemen. En dat heb ik dus bij Finny vooral op het laatst een beetje gemist. Dat ik uiteindelijk dan toch voor jou zou gaan. Oké. Okay. Ik vind het een beetje verwarrend, Willem. Eerst dacht je Finny en nu denk je Lieke. Vat ik het zo goed samen? Ja, ja. Lieke, heb jij voldoende informatie gekregen uit dit antwoord? Ja, ik moet zeggen dat ik... dat misschien kun je wel horen dat wij een beetje af en toe twijfelen aan de oprechtheid van Willem. Je kunt niet altijd goed doen. Ik weet dat je dat echt heel erg in jou hebt. Doe het met je hart, maar zeg ook wat je hart zegt. En ga niet switchen en, om maar mensen tevreden te stellen. Want dan doe je het niet goed. Nee. Oké. Nou, pittige vragen voor de heren. Maar ja, het gaat dan ook wel ergens over. Marcel, wil jij als eerste je stem hebben? Nou, natuurlijk.
En dan is het nu tijd om te zien wie jullie hebben gekozen als winnaar van Expeditie Robinson. Marcel, mag ik jou eerst vragen om een motivatie te geven en dan te zeggen op wie je gestemd hebt? Ja, Willem, ik twijfel niet aan jouw oprechtheid als mens. En ik vind dat je heel berekend hebt gegamed. Te berekend. Maar Vinnie, ouwe showpik dat je er bent. Je hebt natuurlijk veel te weinig gedaan in het kamp en voor het kamp. Maar de manier waarop jij voor de proeven je kan geven, opladen en je zo kan pushen tot de winst. En daar gaat het in Robinson toch ook om, voor een groot deel, om die proeven te winnen. Petje af. En Winnie. Dankjewel. Gefeliciteerd. Loek. Mijn stem is gevallen op Willem. Dankjewel. Alsjeblieft. De man die altijd tweede wordt, vandaag eerste wel eens een keer mag worden. Dus mijn stem gaat naar Willem. Dankjewel. Willem heeft twee stemmen, Vinnie één. Hans. De persoon die het meest respect getoond heeft voor de aardigheden en de eigenaardigheden van de andere kampleden. En daarom gaat mijn stem naar Vinnie. Dankjewel. Muriel. Bij mij is de doorslag dat ik Vinnie veel oprechter vind dan Willem. Dus mijn stem. Alsjeblieft. Vinnie heeft drie stemmen, Willem twee. Mieke. Ik heb mijn stem laten afhangen van wie heeft er het meest stappen vooruit gezet. Maar heb ik er op sociaal vlak ook het meest voor mezelf bij uitgehaald en heb ik het gevoel dat de persoon er ook voor zichzelf het meest heeft uitgehaald in combinatie met Robinson kwaliteiten en het winnen van proeven. En mijn stem is daarom gegaan naar Vinnie. Naar Vinnie. Vinnie. Gefeliciteerd. Want jij kan niet meer ingehaald worden. Hey, maatje. Gefeliciteerd, hoor. Hey. Voordat wij zover gaan, even nog eventjes naar de laatste stem. Want iedereen moet gehoord worden. Dus ook Lieke. Lieke. Toch mijn hart weer laten spreken. Dus Willem, van mij krijg je hem nog wel. Dankjewel. Vinnie, gefeliciteerd. Jij bent de Robinson van 2007. En deze amulet is nu ook 50.000 euro waard. Ik ben ook zelf echt trots op mijn eigen dat ik hier de finale heb bereikt met gewoon mijn eigen te zijn. Zonder spelletjes of zonder complotten. Ze hebben de echte Vinnie gezien. Ik hoop dat ze die ook appreciëren. Vinnie wint! Ik ga met een opgegeven hoofd ga ik ook die vlieger op naar huis. En perfect. Expeditie Robinson werd mede mogelijk gemaakt door Eastbourne Slaapsystemen.